Ik gun het jullie, jullie geluk. Ook ik heb recht op geluk. Hoe mijn weg zal gaan, weet ik niet van tevoren. Weet dat mijn hart vol liefde is. Ben het vertrouwen in mezelf, never nooit verloren. Hi. Nou, Ro, heb je spanning? Wat gaan we vandaag doen? Injecteren. Wat ga je injecteren? Anabole. Nou kom maar op, de Duits. Niet schelden, dat is niet goed. Ga je naar de hel? Gaan we sowieso. Nee, we gaan vandaag naar het VU in Amsterdam. Ro heeft een aantal gesprekjes gehad. Om eindelijk de man te worden die hij al wilt zijn. En vandaag krijgt hij dus zijn eerste hormonen. Nou, ik weet nog heel goed toen ik mijn eerste hormonen kreeg. Ik was zo blij. En zo spannend vond ik het allemaal. En nu krijgt Ro de eerste hormonen. Dus vanaf vandaag ga ik proberen te wennen om hij te zeggen. Schat, heb jij nou zenuwen? Nee. Vind je dat nog niet zo'n fijn gevoel dat je dadelijk hormonen krijgt? Ja, wel, dat wel. Ik ben niet zenuwachtig geworden. Ik was toen heel zenuwachtig. Ik dacht echt dat ik binnen een week tieten kreeg. Maar dat was het dus echt niet. We zijn dus nu bij het VU in Amsterdam. En vandaag is de grote dag voor Ro. Of ja, die moet nog komen, maar het is een grote dag ook, toch? Het is een speciale dag. Hormonen! De zonnetje schijnt. Ro is een vragenlijstje aan het invullen. Voor zometeen geweegd en alles te zijn. Voor gewogen te worden. Kijk hoe in Nederland. En ja, ik ben benieuwd. Ik vind het zelf ook heel leuk voor Ro en heel spannend. Nou, wat heb je? Laat eens zien. Pijn op mijn rug hebben. Hormona. Ze gaan ze nu zetten bij Ro. Ik heb net 3,30 euro moeten betalen voor die kut hormona. Dat is niet normaal. We zijn voorgekomen bij de dingen. We zijn voorgekomen gewoon op IVF-behandeling gedrukt en ik mocht voor. Maar ja. Er zat er eentje langs, ze zat er 2 uur te wachten. En ik kom zitten en ik mag meteen. Maar goed, we gaan nu de spuit zetten. Ik hoop dat ik het mag vullen. Maar... Ja, de lucht is gaan uitgaan. Maar wel 4 jaar weg. Echt van domme, ik ga mijn bed helemaal raken. Wie doe ik na? Wie doe ik na? Of moet ik nog een keer doen? Ja, doe eens. Ja, maar ja, dat is nu aan de lucht. Een kanaal. Echt een kanaal. Die Belg van Temptation. Ja, ik ga nog feesten, man. Wat gaat gebeuren? Je wordt man. Ja, loop eens niet zo snel. Nou, je hebt je prikje gehad. Wat vond je ervan? Hoor je het al aan mijn stem? Oh, je hebt gewoon de mannelijke hormoon al in je. Nou, ik heb de zon op me. Beter zonlicht kan je niet hebben. Vooral op camera niet. Nou, dat was weer een dagje Amsterdam. Morgen een dagje Sneek. Morgen gaan we naar Friesland. Gaan we naar Sneek. Bootje varen. En nu gaan we weer naar de auto. En gaan we... 2 uur terugrijden. Yeah. 2 uur terugrijden naar onze mooie, prachtige zoon weer. Finally! Nou, het is volle bak hier.
overal mensen hier bij de parkeerdingen. €12 hé, is dat niet helemaal normaal hé. €12, even kijken, wat stond onze auto daar? Nou, ik vond het weer een geslaagde dag vandaag. Was wel leuk, ik heb weer leuke mensen gezien. Bro die eindelijk een hormoontje kreeg. Nu heeft gekregen. Dus over 3 weken mag ze hem zelf zetten. Dus ik moet nu echt gaan aanleren om hij te zeggen. Want het lijkt mij ook heel vervelend als iemand mij hij noemt. Toch? Er staat ons autootje hier. Dus we gaan terug naar Limburg.